Johnny, toch eerst maar even over wat er allemaal gebeurd is. Zometeen over je programma. Ja. Afgelopen van jouw turbulente jaar, kan je wel zeggen. Je werd beschuldigd van mishandeling, een poging tot doodslag door je ex-verloofde. Je zou haar geschopt en geslagen hebben. De keel hebben dichtgeknepen. Dat zijn forse beschuldigingen. Ja. Ja, nee, dat is niet, niet fraai als je dat aan je broek hebt hangen. Ja, het zijn beschuldigingen gedaan via een krant. En, Naar aanleiding van een boek, hè, van Mark Koster. Ja, ja, daar was ook al het een en ander te lezen. En dat, ja, 6 jaar na dato. Ja, ik had hem niet zien aankomen. Maar klopt er iets van de beschuldigingen? Nou, onze relatie verdiende niet de schoonheidsprijs. Maar dit soort aantijgingen gaan echt te ver. Ja. Ja, in de zin van dat is niet gebeurd? Of zeg je van, dat was een andere context? Hoe moet ik het duiden? Nou ja, wij hebben er eigenlijk vanaf het begin heel weinig over gezegd. Omdat het nogmaals aantijgingen waren via de krant en een boek. En dat hebben we met een reden gedaan. Niet in die context, nee. En ook niet zoals dat wordt gezegd. Dat durf ik wel glashard te zeggen. Ja, want er is een geluidsfragment uitgelekt, hè? Ik ben heel hardhandig geweest met je en fucking terecht, zeg jij in dat fragment. Ja. Je hebt mijn mond vastgehouden, je hebt me de kamer gewoon niet uit laten gaan. Je hebt me helemaal door elkaar geschud en ik heb gewoon een blauw oog gehad. En dan zeg jij precies. Ja, jij leest het voor, ja. Ja. Ja, en nogmaals, ja? Deze relatie verdiende niet de schoonheidsprijs. Ik denk niet dat wij het beste in elkaar naar boven haalden. Maar ja, van mishandeling en nog erger, daar wil ik toch wel heel graag afstand van doen. Ja, ja. Want jij zet je in, ik bedoel, heel veel mensen zullen ook verbaasd. Ik was zelf ook verbaasd toen ik hoorde, nee, Johnny de Mol, dit soort dingen, wat is dit? Die kennen we allemaal als, je bent vertegenwoordiger van het vergeten kind en meer goede doelen. Nee, ja, hoe moeten we dit plaatsen? Ja, nee, ik bedoel, het is sowieso vervelend. Maar ik denk wel extra vervelend als je ook te maken hebt met gezinnen die daar echt mee te maken hebben. Dus dat was natuurlijk ook wel een gevoelig plekje om het op die manier te spelen, denk ik. Maar goed, dat blijft een beetje gissen. Daar zijn we ook ver vandaan gebleven, het hoe en waarom. Ja, nogmaals, we hebben... Je oogt heel cool en rustig. Weet je niet heel boos? Of dacht je van, hing het al een tijdje boven je hoofd? Ja, tuurlijk. En je wordt natuurlijk ook wel uitgedaagd om een weerwoord te geven. Maar ja, verder dan wat ik nu zeg, dat hebben we gewoon voor gekozen om dat niet te doen. Nee. Ja, tuurlijk word je boos. En als je ook zo'n aankondiging doet, terwijl het nu alweer een tijdje geleden is... Ja, het is niet leuk dat je dat aan je broek leeft, maar... Nee. En komt er een rechtszaak, denk je? Nee, ik denk het niet. Nee, want wat denk je wel? Nou, dat weet ik niet, maar... Zij heeft aangifte gedaan, hè? Nou ja, wij hebben eerst in onze ogen een brief gekregen, een dreigbrief. Waarin, volgens ons wel heel duidelijk staat wat ze... In ieder geval haar raadgevers, want het kwam niet van haarzelf. Wat ze daarmee wilden. En nou, dat is niet met de vraag of ik een keer de auto kon wassen. Dat ging volgens ons wel echt om geld. Afpersing. Ja, dus daar zijn we mee naar de politie gegaan. Dus die zaak heeft het OM wel gezegd, daar zijn ze nu naar aan het kijken. Maar van hun zaak hebben wij nog niks gehoord. Nee.